Waarschijnlijk ben je tot nu toe gewend geweest om te rekenen met hoeken in graden. Maar daar gaat nu verandering in komen, want dit filmpje gaat je iets vertellen over radialen. En ik hoop dat je dat zo leuk vindt dat je daarna denkt van, well, net als ik trouwens, wat doen we eigenlijk met die graden? Wat doen we gek? Waarom is een cirkel 360 graden? Waarom is een rechte hoek 90 en niet gewoon 100 of zo? Maar na het zien van dit filmpje dan hoop ik dat je beter begrijpt wat radialen precies zijn en wat je daarmee kunt. Nou, we gaan het ook gebruiken, want in de vergrepenietjes worden hoeken uitgedrukt in radialen. Daarin reken je ze uit. Dus het gaat er ook om dat je met radialen leert rekenen en begrijpen wat je daar precies mee kunt, wat je niet met graden kunt doen. Nou, en dat is nog wel wat. Laten we eerst eens even kijken naar wat radialen nou precies eigenlijk zijn. De eenheid radiaal komt ergens vandaan en waar die vandaan komt, dat kan ik het beste uitleggen met het volgende voorbeeld. Als je in gedachten eens een paaltje in de grond timmert en op 1 meter afstand aan een touwtje een krijtje pakt, dan kun je daarmee een cirkel trekken. Nou, dat touwtje, dat heb ik hier eventjes als een lijntje getekend. Dat touwtje, als je dat losmaakt, zou je het ook langs de cirkel kunnen leggen, dus over het lijntje wat je getekend hebt. En dan komt die tot daar. En vanaf dat punt zou je weer naar het midden kunnen, en dat is die. Dan heb je een soort van ingesloten hoek. Het touwtje, dat zijn alle zijden van die figuur zijn even lang. Ze zijn allemaal 1 meter in dit geval. En die hoek daar is dan ook wel logisch om die dan een hoek van 1 te noemen ofzo. Maar wat is nou die 1? Die 1 is dan eigenlijk dat je de booglengte is hoeveel keer de straal, nou in dit geval 1. En de straal die heet ook wel de radius. Dus hoe logisch zou het nou zijn om dat ding gewoon 1 keer de radius te noemen, hè? 1 radiaal. Als ik die booglengte 2 keer zo lang maak, dus 2 keer de lengte van zo'n touwtje, dan heb ik natuurlijk een hoek van 2 keer de radius, dus 2 radiaal. 3 radiaal, en als ik helemaal naar de andere kant zou willen, hè, een hoek van 180 graden, dan kom ik uit op een gek getal, namelijk eentje die we kennen als pi. Daar komt nou pi vandaan. Goed, maar nu we weten hoe we rekenen met radialen, of tenminste waar die vandaan komt, wat de afspraak is over radialen, kunnen we eens gaan kijken wat we daar nou precies mee kunnen in, bij de vergrepenietjes. Nou, daar hebben we de formule voor die daar bovenin staat. Dat hebben we eigenlijk net intuïtief al gedaan. Dat als je zegt van een hoek van 1 radiaal, wat is dat nou precies? Dat is eigenlijk dat je dan zegt van nou de lengte van het boogstukje, die deel ik door deze, want dan weet ik hoeveel keer de radius er in het boogstukje past. Nou, in dit geval past die er precies 1 keer in, want de radius, want het boogstukje is net zo lang als de radius, dus daar komt dan 1 uit. Dus een hoek in radialen geeft eigenlijk weer van hoe vaak past de radius in het ingesloten boogstukje. Nou, in dit geval past de radius er 2 keer in. Dus dan hebben we een hoek van 2 radiaal. En die formule die kunnen we ook omschrijven. Dat niet alfa vooraan staat, niet de hoek vooraan staat, maar dat het boogstukje vooraan staat. Dat is wiskundig helemaal niet moeilijk. Dat heb ik hier gedaan. Daarvoor hebben we die methode 2 is 6 gedeeld door 3. Dus 6 is 2 maal 3. Ik hoop dat jullie begrijpen wat ik nu bedoel. En dan hebben we hier die hoek staan en hier staat de r. Dat is gewoon de lengte van dit punt naar dat punt. Als ik hem dan scheef zet, dan hebben we hier over het boogstukje een lengtetje van r. Als ik een hoek heb van 1. Nou, s is alfa maal r. Die formule die is handiger. Daar gaan we eventjes wat verder mee kijken. Want uiteindelijk ben ik niet alleen geïnteresseerd in dat boogstukje, maar meer in de hoogte tot hoe hoog ik kom. Want dat wordt uiteindelijk belangrijk bij balken. Nou, de hoogte, die heb ik hier even in rood aangegeven met i. Die hoogte, die konden we wel uitrekenen. Want die hoogte, als ik hem hier er even bij pak, is sinus alfa, de sinus van die hoek, maal die rode r, maar die rode r is natuurlijk hetzelfde als die zwarte r, want dat is gewoon de straal van de cirkel. En wat nou opvalt, als ik een grote hoek heb, in dit geval is dit die alfa 1 radiaal, nou dat is een flinke hoek, dat is veel groter dan 1 graad bijvoorbeeld, hè? Dus dit is iets van 60 graden.
Die hoek die is, die maakt dat die y, die is kleiner dan s. Het boogstukje, dat is duidelijk in dit geval te zien, dat deze afstand, als dat een touwtje is, dan is die langer dan een touwtje vanaf daar zo naar beneden. Maar dat wordt anders bij kleine hoeken. En daar gaan we het voor gebruiken. Want doorbuiging bij balken geeft altijd kleine hoekverdraaiingjes. En dan willen we toch weten wat de zakking is. Dus daar gaan we deze methode voor toepassen. Kleine hoeken dus. Nou, als ik de hoek wat kleiner maak, dan zien we al dat dat boogstukje, die staat nog steeds krom. En deze die staat recht, dat is gewoon de hoogte ervan. Maar die komen al aardig bij elkaar in de buurt. Die zijn al ongeveer aan elkaar gelijk. En dat is interessant. Even het groot nog weergegeven, dan kunnen we het helemaal zien. Ik heb hem eventjes groter dan dit, kon gewoon niet. Heb ik hier die verticale lengte en het booglengtetje naast elkaar gezet. En als je daar touwtjes van zou maken, nou, die zijn al bijna aan elkaar gelijk. Dus wat ik dan kan zeggen, is dat als ik wil weten hoeveel het uiteinde van een lengte L, deze balk, wat die omhoog is gegaan, als ik hem onder een hoek alfa zet, dan kan ik zeggen dat is ongeveer die hoek, gewoon de hoek in radialen, vermenigvuldigd met de lengte van die balk. Eigenlijk te eenvoudig voor woorden. Wonderschok. Even een sommetje met getallen. Ik pak even een balk AB met een lengte 2 meter. En die ga ik onder een hoekje zetten. Nou, doe ze een 100ste radiaal of zo. Ja, een 100ste radiaal naar beneden. En dan even aan jullie de vraag, of aan jou de vraag, hoeveel gaat punt B dan naar beneden? Nou, we hebben een kleine hoek. Dat is even goed om te weten, want deze methode werkt alleen maar bij kleine hoekjes. Anders dan wordt de fout te groot. En de hoek is in radialen, dat moet. Dan mag ik zeggen dat y is ongeveer gelijk aan het boogstukje. En dat boogstukje dat konden we uitrekenen met alfa, gewoon de hoek zelf, vermenigvuldigd met de straal van de cirkel. Nou, dat is in dit geval AB. Nou, kan het zijn dat er een kritisch iemand onder zit bij jullie die denkt van nou, maar deze lengte is nog toch niet hetzelfde als deze lengte. Als deze recht omhoog gaat, heb je inderdaad gelijk, dan zal deze iets korter zijn. Die lengte AB die hier staat, zal iets korter zijn dan deze schuine. Maar als je het hebt over kleine hoeken, is ook dat verwaarloosbaar. Gek genoeg is dat in de foutmarge niet terug te zien dat die lengte AB, die daar zo staat, anders zou zijn dan die schuine. Dus die blijft gewoon gelijk. En dan kunnen we zeggen, ik doe gewoon de hoek maal de straal van de cirkel, en dat dan dit niet een booglengtetje is, maar een rechte, dat maakt dus niet uit, omdat die hoek zo klein is. Als je op de aarde loopt, merk je ook niet dat die krom is, zeg ik altijd. Ingevuld, de hoek maal de lengte, komen we uit op een zakking van 20 mm. En dat is een heel praktisch direct resultaat uit deze methode. Er is nog een ander sommetje, en die is misschien wel net zo leuk, misschien nog wel leuker, in ieder geval wat, die spreekt wat meer tot de verbeelding. Dat is die met de laserpen. Stel, ik heb een laserpen en die leg ik op de grond en ik mik hem iets omhoog, zodat ik op 6 kilometer afstand precies zie dat ik de kerktoren in het puntje raak met de laserpen. Met het licht uit de laserpen. Dan kun je die hoek die de laserpen maakt, stel dat je die op de laserpen dat daar een meetinstrument zou zitten om af te lezen onder welke hoek de laserpen dan staat. En dat die zou zeggen, nou, ik sta onder 17.000ste radiaal, bijvoorbeeld. Ja, dat je dat op die laserpen zou kunnen aflezen. Dan kun je op dit moment met deze gegevens alleen de hoogte van de kerktoren berekenen. Want die afstand van 6 kilometer is in feite de straal van een cirkel. Het hoekje is bekend. Nou, dan is de hoogte h, of de kromming van dat booglengtetje, uit te rekenen. Namelijk, h is de hoek maal de straal, of de lengte in dit geval. En dan is de kerktoren 102 meter hoog. Wij gaan natuurlijk radialen gebruiken bij de vergeetmenietjes en bij balken.
Maar in feite komt het telkens op hetzelfde neer. Als je wilt weten hoe het uiteinde van een balk omhoog of omlaag gaat, is het niks anders dan de hoek vermenigvuldigen met het lengtetje van de balk die scheef staat. Dat gaan wij ermee doen.